Welkom bij Praatjesmakers. Hier is uw gastheer, Jochem van Gelder. Ja! Goedenavond. Goedenavond allemaal. Ja, dank u wel. Hartstikke mooi. Dank. Hallo allemaal. Hallo allemaal en welkom bij alweer de laatste aflevering van Praatjesmakers in dit zomerseizoen. Vanavond pakken we weer flink uit met onder andere antwoord op de vraag: moet je opstaan voor ouderen? We hebben het kroost van Walter Kroes en een nu al historisch gesprek dat onze Lenny had met niemand minder dan Jesse Jackson. Maar nu eerst onze eigen praatjesmakers. En de eerste drie, dat zijn we aan kinderen van bekende Nederlanders wat ze vinden van hun vader of moeder. En de antwoorden zijn lang niet altijd even subtiel, maar dat vinden we helemaal niet erg. Deze week een heel nest VIP-kids. Wel vijf. Ik ben Walter en ik ben 8 jaar. Ik ben Sol en ik ben 6 jaar. Ik ben Pamela, ik ben 10 jaar en dit is Thomas en die is 11 maanden. Ik ben Summer en ik ben 8. Ja, een mooi stel en laten we paps er maar snel bij halen. Hij is één van de meest sympathieke zangers van ons land. Viva Hollandia, want hier is Walter Kroes. Hey, nu rustig aan, hè? Ja. Hij doet het weer. Hij komt met beleid van de trap af. Iedereen denkt van die Walter Kroes, die is niet meer vooruit te branden. Nou, normaal, als hij een normaal goede doen zou zijn, dan zou hij van de trap af stuiteren. Ja. Maar het was op 18 plaatsen gebroken, geloof ik, hè? Nou, wel op 6. 6 plaatsen. Zit het allemaal weer een beetje goed? Ja, ik moet officieel nog tussen de stokken, maar... Ik ben toch wel een beetje eigenwijs, maar het gaat wel goed. Je loopt weer en je treedt weer op. Het gaat super. Ja. En je bent ook gewoon vader van een heel stel. Behoorlijk, hè? Een heel stel. We gaan ze even voorzetten. Je moet even uitleggen hoe het zit, want het is een samengesteld gezin. Ja. Hoe zit het? Nou, die linker, ja, Walter, dat zegt natuurlijk genoeg. Walter, dat zou er zomaar eentje bij jou kunnen zijn. Kind, ja. Ja. Nou, Sue, die is van Tess, die daarnaast zit, die kleine. Ja. Pamela, ja, je ziet op wie ze lijkt. Dat is mijn oudste dochter. Oké. Okay. Nou, dan krijgen we Thomas, die is van Tess en mij samen. Van Tess en jou samen. Dat is ons cadeautje. Ja. En ja, dan de mooiste van Stel Summer, die is van Tess weer. Die lijkt ontzettend op de moeder. Helemaal goed. Nou, we zijn met jouw goedvinden vooral doorgegaan met de oudste vier natuurlijk. Want die kleine Tom... Ja, die doet alleen nog maar Ja, dat hadden we niet even aan. Maar die anderen, die hadden tekst genoeg. En we zijn begonnen met de vraag, wat is nou de leukste hit die papa gemaakt heeft? Ja, dat is moeilijk. Ik denk dat Pamela gezegd zou hebben, ik heb de hele nacht liggen dromen. Ja. Maar ik denk dat Viva Hollandia ook wel heel erg hoog scoort bij zijn. Dus jij denkt Viva Hollandia gaat voorbij komen en ik heb de hele nacht liggen dromen. Hoe ging die nou weer? Viva Hollandia met voetbal. Ja, die vind ik ook het leukst. Ja, ik vind papi heb je even tijd het leukst. Oh, ja, heb je zo. Ik de hele nacht. Nou, dat had ik niet gedacht. Ja, dat had je niet gedacht, dat was een verrassing. Ja, leuk. Summer zei de hele nacht, hè? Ja. Summer zei de hele nacht en Pamela die zei meteen van... Papa, heb je even tijd? Papi, heb je even tijd voor je weer het land doorrijdt? Klinkt het zachtjes door mijn telefoon. Dat is een liedje wat... Is het ook een beetje... Hebben we samen gezongen. Is het autobiografisch ook of niet? Ja, ja. Ik was toen onderweg naar mijn eerste Ahoy-concert. Ja. En Pam die belde mij op in de auto van... Pap, heb je even tijd voor je weer het land doorrijdt? Zo zei ze het ook zo echt. Zo zei ze het. Ze kwam zelf met de tekst. Toen heb ik mijn producer gebeld, Sjaak van Eyck. Ik zeg, Sjaak, moet je horen. Nou, hij zegt, kom jij overmorgen maar hier naartoe. Hij zegt, dan heb ik wat voor je. Toen is hij op die zin is hij een heel liedje gaan maken. En dat is zo mooi. En het gaat daar ook echt over? Het gaat er echt over, ja. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Nou, Viva Hollandia kwam natuurlijk ook voorbij. We hebben ze daarna gevraagd, zing het nou eens. Wie begon eigenlijk als eerste te zingen? Ik denk dat Woltertje wel, normaal gesproken is dat de stilste. Ja? Maar ik denk dat die in één keer uithaalt. Wolter die zegt, die geeft vol gas. Ja, we zijn er weer bij. We zijn er weer bij. Ja, laten we eens kijken wie er allemaal bij zijn. Oftewel, wie begint te zingen met het lied Viva Hollandia. Soep. Ja, Sue. Ja, Sue. Nee, Molly. Nou, ik dan maar. Ja. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat, nog lang niet uitgeblust. Hé! Hey! Hey, ja, je ziet wel waar het vandaan komt, hè?
Kijk, en de lol die zit er ook in. Nou ja, dat was Pamela die toch het spits afbeet. Ja, ze probeerde het nog even naar Wolly, naar Wolly door en naar Zoom, maar nee. Nee, dacht, het wordt dus allemaal goed met die meiden. Laat die het vuil ook mooi knappen. Wie is nu al een beetje bezig met haar carrière? Je hebt eigenlijk net al antwoord gegeven. Ja, Pamela is echt dansen, piano spelen, viool, zingen, musicals. En ze heeft talent. Ze heeft talent. Laten we maar eens even kijken. Ja, dat is heel duidelijk. Papi, heb je even tijd voor je weer het land doorrijdt? Klinkt het zachtjes door mijn telefoon? Yeah. Wauw, ja. Hoe trots kan je zijn, hè? Ja, we hebben nu samen, dat is dan wel voor het eerst dat we echt iets samen gedaan hebben. We hebben een plaat opgenomen nu. Die komt ook op het nieuwe album wat uit gaat komen. En dat heeft ze zo verschrikkelijk goed gedaan. En ze heeft ook nog, ja, je kan het willen, maar ze moet natuurlijk ook het talent en een goede stand hebben. Ze moet het wel kunnen, want je kan dan gaan staan bij die microfoon van, nou ja, doe je ding. Maar als het er niet in zit, dan zit het er niet in. Nee. We hebben ze vervolgens gevraagd, oefent papa Wolter nou heel veel of niet? Nooit. Ik weet zeker dat ze zeggen, hij oefent nooit. Nou, volgens mij zeggen ze iets anders, hoor. Oh. Vroegen ze dus, die papa Wolter, oefent hij wel eens? Ja, in de auto. Toen werden we helemaal gestoord. Ja, weet je, toen deed hij heel hard opera. Dat zong hij. Ja. Dat echt keihard. Hoor hem keihard. Ik weet wat ze bedoelen. Ja, dat wordt toch wel geoefend op een of andere manier. Want ze zeiden, ze hoeven niet eens na te denken. Zeiden meteen, ja, die oefent en in de auto, dat is het ergste. Maar dan hebben ze het over opera. Het is totaal geen opera. Je bent gewoon met je zangoefeningen dan. Op dat moment zit je in de auto. Ja, la, da, 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 da. Ja, en dan, ja, la, da, 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 da. En die kinderen worden er helemaal gek van. Zeggen ze niet, pap, hou op alsjeblieft. Ja, dat roepen, dat schreeuwen ze. Dus dan, nu hoor ik dus dat ze dat inderdaad dramatisch vinden. Volgende vraag is, wat wil papa eigenlijk bereiken? Volgens jullie, wat zou het mooiste zijn wat hij ooit nog wil bereiken? Waarschijnlijk zullen ze zeggen, hij wil misschien wel de beste zanger van Nederland zijn, want dat is een beetje kinderlogica. Ja, beste zanger Nederland. Nou nee, ze gaan toch nog even iets verder, hoor. Mager. Papa wil mager worden. Papa wil mager worden. Misschien zeggen ze dat wel. Mager worden. Ja. Zou dat het zijn? Nou, dat, ja, nee, het is ook niet. Luister goed. Want ze hebben wel een idee wat papa nog zou willen bereiken. Een gouden microfoon. Ja. Nee, een gouden plaat. Ja, een gouden microfoon zou ik ook wel willen. Ja. Nee, die gouden microfoon bij die gouden plaat. En er moeten 400 mensen in de Kuip zitten. 400 mensen? Ja. Ik weet niet of papa heel erg blij zou worden van 400 mensen in de Kuip. Nou ja, dan zit de kleedkamer gevuld. Kan je beter ook maar daar blijven ook. Ik heb een hoop vrienden dan. We gaan nu even over de opvoeding en hoe streng papa Wolter eigenlijk is. Jij zegt het zelf, maar ben jij streng? Ja, ik denk dat ze me wel een zeikert vinden. Want? Streng. Maar noem eens een voorbeeld. Ik probeer wel altijd de boel een beetje in het gareel te houden. Dat ze niet met z'n vijf of met z'n vier op de bank gaan staan springen of... Ja, dat soort dingetjes. Nou, we vroegen ze dus inderdaad, is papa Wolter streng? Want als wij even binnen wil zitten, dan is het wel een beetje lekker weer. Maar dan zegt hij gelijk, hup, naar buiten. Terwijl hij zelf nooit naar buiten bijna gaat. Wat is dat dan? Gewoon, ze moeten eruit. Ja, maar weet je, ik, vooral met Woltertje. Die is gek van computertjes. Die zit alleen maar beweging. 0,0. Nee. Die zit alleen maar achter de daan. Dan is het prachtig mooi weer. Hup, naar buiten, fiets pakken. En lekker naar de speeltuin en spelen. Wij waren vroeger nooit binnen. We hebben ze ook gevraagd, als papa tv kijkt, waar kijkt hij dan graag naar? Ja, dat zal dan meestal wel Shownieuws of RTL Boulevard zijn, denk ik. Toch even? Ja, dat denk ik wel. Engelse films. Ja, of... Shownieuws of zoiets. Ja. Dat heeft hij ook altijd. En dan neemt hij het vaak op. Hij moet natuurlijk wel kijken of hij het wel leuk heeft gedaan. Oh, ja. Ja, niet zomaar, hè? Ja, ze zijn niet gek. Net alsof je elke dag in Shownieuws zit. Ja, gewoon elke dag even. Elke en dag opnemen. Ja. En opnemen om toch even te kijken of je het goed hebt gedaan. Soms wel, ja. Leuk. Er was één ding, ja, dat kwam zo in één keer spontaan naar voren. En zei ze, ja, dan hebben we toch een beetje opdracht gekregen van papa om daar niet over te praten. Weet je wat het is? Het was een ongelooflijke harde scheet laat. Het zou zomaar kunnen. Nou, kom ja, maar dat zou zomaar kunnen dat ik dat gezegd heb. Een keiharde scheet. We gaan het zien. Ja, dat mochten we eigenlijk niet zeggen, maar we zeggen het toch. Hij laat heel veel boeren en scheten. Ja, we mogen niet liegen.
Ja, en Bonnie ook. Zit we aan tafel. Ja, papa wordt denk ik wel boos nu. Nou, mooi. Vond je het leuk? Ja, geweldig. Mooi toch? We hebben nog een leuk toetje toe voor je. Echt waar? Want jij je hebt een nieuwe hit. Ja. Toch? Ja. Hij heet? Shalalala noemen ze hem. En ja, volgens mij hebben we er nog niet echt een goede clip bij. Geniet dus we hebben alvast een klein clipje gemaakt voor jou met dank aan je eigen kinderen. Wat Kijk leuk. Naar de primeur. Wat leuk. Van de nieuwe clip. Shalalala. Hup! Mooi toch? En nog een blijvende herinnering. Kijk eens, hier hebben we het hele stijl nog eens een keer bij elkaar. Fantastisch, fantastisch. Nou, hartstikke dank voor de openhartigheid. Ja, bedank je kinderen ook nog maar eens een keer. Absoluut. Deze mag je mee naar huis nemen. Dankjewel. Wees er heel erg zuinig op, vooral op die kids. Want ze zijn top. Dankjewel. Super. Walter Kroes. Dankjewel. Pamela Anderson kennen wij volwassenen vooral als Baywatch babe en assistent van onze eigen Hans Klok. Een vrouw die vooral opvalt door haar, nou ja, laten we zeggen, bijzondere verschijning. We waren benieuwd of ons jonge panel ook zo onder de indruk was.